ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor rijders jullie zijn. Ja. Nou, als het lekker doorrijden op vakantie, bij mij is eerlijk gezegd de muziek belangrijker dan de motor. En wie rijdt er bij u? Als ik in de auto zit, rij ik meestal. Ja, en uw vrouw ernaast. Zeker. Ja. Leo de Haas, hoe rij jij zelf? Het hangt er vanaf. Het kan in een vrachtauto zijn, ja, dan kun je harder dan 84. En, in een persoonauto eigenlijk wel rustig. Mm. En op de motor eigenlijk ook wel. Okay. Ja, redelijk bedaagd. Netjes. Ja. Hoogleraar ja. Heino Valk, wat voor chauffeur bent u? Inmiddels best rustig. Leereffect ik, hoor. Ik ga elke dag van Keulen naar Venlo en dan met de trein naar Nijmegen. Ah, netjes. En op de snelweg, daar zit je gewoon heel rustig. Niet in Duitsland? Nee, echt dezelfde snelheid. Oh. Echt ontspannen. Goed zo. Ja, mooi. Is, ja. En we hebben ook nog Colin aan de bar hier. Ja, Colin, zeker. Hoe rij jij? Nou ja, ook best rustig. En ja? Ik zit natuurlijk veel s'nachts op de weg na optredens. Maar dan hou ik me ook gewoon een heel saai aan de maximum snelheid. Maar binnenkort 100. Ik oefen alvast. Ja, heel goed. Ik rij heel veel 100. En die rust is ook heel goed voor jou om zo meteen het mooie lied te schrijven over deze uitzending. Best doen. Doe dat. Ik ga hem samenvatten. Heren, gaat u met mij mee aan tafel? Yes? Neem drankje mee. Wat gebeurt er allemaal in Gelderland deze week? Een groot drama in Duiven. Vanmorgen kwamen daarbij een brand 3 mensen om het leven. Een 25-jarige man met een nepwapen zorgde ervoor dat een school ontruimd werd. Hij bleek een computerspel na te spelen. En de marinierskazerne verhuist waarschijnlijk van Doorn naar Nieuw-Millige bij Apeldoorn. Maar er gebeurde nog veel meer. Dit was de Week van Gelderland, waarin een auto onder de neus van zijn eigenaar werd gestolen. En dat op klaarlichte dag. Het is zeker een bizar verhaal en zojuist kwam daar ook nog weer een bizar vervolg aan. Nou, zeg dat wel. Mokromafia kopstuk Omar L. probeerde deze week op spectaculaire wijze de gevangenis in Zutphen te ontvluchten. Maar die poging mislukte. Denken ze dat ze in een film zitten of dat ze een game spelen. Hè? Dat zijn scenario's die zie je op tv en in videogames. Maar om het dit echt uit te proberen, dat is nogal bijzonder. Dan vastgoedmagnaat Ton H. Hij en zijn zoon werden veroordeeld voor de klappen die zij BNN-presentator Tim Hofman verkochten toen hij hun pand binnenstormde met een draaiende camera. Nee, ik zei schoon van je bak. De boete, €1250. De schade, een gebroken kaak, nekletsel en een lichte hersenschudding. Goed nieuws voor de oude Nijmeegse poptempel Doornroosje. De plek blijft bewaard voor de stad en wordt een creatieve broedplaats voor muzikaal talent. Als stad hebben we een creatieve humuslaag nodig om uiteindelijk met onze stad en met onze muzikanten de top te behalen. En daarin is talentontwikkeling en kruisbestuiving superbelangrijk. En over kruisbestuiven gesproken. De panda's in Ouwehands Dierenpark, dat eigendom is van de Gelderse zakenman Marcel Boekhorn, waren ook onderwerp van gesprek. De reuzenpanda's hebben het eindelijk gedaan. Hoe of wen er baby's komen, blijft nog even de vraag. Goed gemonteerd, hè? Vinden jullie niet? Ja, zeker. En ook weer leuke geluiden erbij. Ja. Misschien ook een idee van carnaval, zo'n pak? Van die een pandapak? Voor u een geheim, voor mij een weet. U bent zelf van de carnaval, hè, burgemeester Bruls? Nou ja, ik kom uit Zuid. Ik ben geboren getogen Zuid-Limburg. Dus ik heb met de paplepel alleen groot. En ook in Nijmegen, geloof het of niet, is nog steeds een belangrijk feest. Na de Vierdaagse eigenlijk, ons grootste evenement. Ja. En, dus er zijn 2 goede redenen om daar mee te gaan. U gaat niet verklappen welk pak het gaat worden dit jaar. Nee, er moet wel nog wat zijn om naar uit te leven, ook voor jullie. Hè? Ja, we hebben wat uit te kijken. Ja. Hoogleraar Valken, betrokken of verbonden aan de Universiteit, Radboud Universiteit uiteraard. U viert ook carnaval. Ja. Ik kom uit Keulen. Ja, ik ga waarschijnlijk als banaan dit jaar. Dus. mijn vrouw, die is betrokken bij zo'n fair trade groepje. En die gaat daar mee in de omtocht. En dan gaat iedereen als banaan. En we gooien theezakjes. Waarschijnlijk uit Nederland. Want daar hebben ze fair trade. Dus, als banaan. Als, ja, ja. En dan komt je hoofd. Ik zit me even voor te visualiseren. Ik hoop dat niemand mij herkent. Nee. We weten nu dat banaan, ja, ja, nee, niet gepeld. Dus. En Leo de Haas, ook carnavalsvierder? Totaal niet. Nee? Nee. Ik kijk er met verwondering naar. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Goed, de burgemeester van Nijmegen, ik zei het al, Hubert Bruls.
U lijkt voor niets en voor niemand bang eigenlijk. Of het nu om de harde kern van NEC gaat, het sluiten van horecagelegenheden of criminelen aanpakken. Hij is altijd bereid om duidelijkheid te scheppen. En in de tussentijd gaan ze dus het dievenpad op. Dus dat is een heel misselijk fenomeen. Ik snak ernaar dat we volgend jaar oud opnieuw maar eens overslaan. Zo gaat dat niet. Ik snap het, iedereen is jong geweest, maar het is heel onverstandig. De goede supporters, en ik ga ervan uit dat dat 99% is, nu echt eens afstand gaan nemen van dit tuig, want anders kan ik het niet noemen. De straat waar de Nijmeegse burgemeester Bruls woont hangt sinds kort vol camera's. En volgens onbevestigde berichten is dat omdat de eerste burger bedreigd wordt. Ook in de vuurwerkdiscussie is hij vrij uitgesproken. Als dit zou gebeuren in een fractie bij een normaal evenement, zou elke burgemeester in dit land zeggen volgend jaar geen vergunning meer. Die uitspraken leiden soms tot veel lof. Bijvoorbeeld toen hij boze boeren wegstuurde van het Keizer Karelplein. Maar het komt hem ook wel eens op de nodige kritiek te staan. Zo maakte de burgemeester zich deze week niet geliefd bij de bewoners van vakantiepark De Groene Heuvels, die hij crimineel noemde. Ik vind het een vrij ongenuanceerde uitspraak en het laat maar zien dat hij zich niet verdiept heeft in de mensen die op dit park wonen. Ze eisen dan ook excuses. Nou, laten we daar meteen mee beginnen. Heeft u excuses gemaakt aan de bewoners van De Groene Heuvels? Nou, om te beginnen, als je excuses wil van iemand, moet je iemand rechtstreeks benaderen. Dat hebben deze mensen niet gedaan. Ten tweede, ze moeten wel heel goed zelf de pers lezen. Want ik zei er gelijk bij, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen erop. Ik had het niet over mensen die misschien te lang in een recreatiewoning wonen. Dat is een ander iets. Ik had het erover dat criminele bendes gebruik maken, onder andere van vakantieparken, om daar hun geld te verdienen of hun geld wit te wassen. Dat is een heel ander probleem dan wat deze mensen geloven. En wat is de oplossing dan? Die vakantieparken helemaal leegvegen? Kijk, het kwam aan bod omdat één ding duidelijk is als je criminaliteit of ondermijning moet aanpakken. Dat je als overheid één lijn moet trekken. En als Kamerleden dan gaan zeggen, terwijl hier allerlei overheden, gemeenten, provincie, politie, noem maar op, bezig zijn om vakantieparken weer mooie, leuke vakantieparken te maken waarvoor ze bedoeld zijn. En dan roepen een paar Kamerleden betrekkelijk ongenuanceerd, nee, we hebben woningnood, laten we het maar gaan legaliseren. Ja, dan reageer je dus niet alleen op de mensen die daar legaal wonen, maar misschien niet zo lang wonen. Maar je pikt dan dus ook al die criminelen mee. En die denken dan, mooi, en die wensen zich weer tot die overheid van, waar maken jullie druk over? Want Den Haag is zo, u kunt het zich voorstellen. Dus wel één lijn trekken. Ja, u had het net over ondermijning. U noemt dat woord. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Als u het woordenboek opzoekt, zult u alleen maar vinden onder de grond duiken. Ja, ik heb het gezocht. Nee, maar heeft ook gelijk. 10 jaar geleden noemde het gewoon nog criminaliteit. Die legaal zich probeert op te stellen. En dat is het eigenlijk. Eigenlijk, je gaat onder de grond zitten. En je doet daar dingen die daglicht niet kunnen verdragen. Letterlijk en figuurlijk. En dan ga je aan de bovenkant ga je mooie sier spelen. Bijvoorbeeld, je stopt geld wat je illegaal hebt verdiend in sponsoring van een club, een vereniging, noem maar op. Dat is op zich legaal, hè, dat sponsoren. Maar het geld is natuurlijk hartstikke illegaal. En als je dat maar lang genoeg laat voortwoekeren, ja, dan wordt je samenleving natuurlijk helemaal verrot. Dat is het wezen van ondermijning. En gebeurt dat in uw gemeente of in uw veiligheidsregio? Dat gebeurt overal en dus ook in Nijmegen. Dat dus geld witwassen middels sportclubs? Mensen proberen via vastgoed, hè, ze kopen gewoon panden op met geld wat illegaal, wat zwart verdiend is. Er wordt geprobeerd om een loket van een gemeente, daar komt er een man, dat is vorig jaar nog gebeurd. Die komt om de paar keer met een paar vrouwen die zich willen inschrijven in de gemeente Nijmegen of een ID-bewijs nodig hebben. En als je niet oplet, denk je, oh, nou, die heeft veel vrouwen die helpen aan een aardige man. Maar je voelt hem al aankomen. Dat is natuurlijk gewoon een keiharde pooier. Ja. Die op die manier vaak buitenlandse vrouwen gedwongen hier zogenaamd legaal laat worden en daarmee in de prostitutie brengt. Zijn dat nou de voorbeelden echt van ondermijning? Dat is waar we dat last van hebben. Dat zijn voorbeelden. Wat het meest voorkomt, wat we hebben laten onderzoeken in Gelderland, Scheel heeft toch vooral te maken met drugs. Drugshandel, drugslabs, drugstorting. Maar ook geld wat uit de drugshandel wordt verdiend. Wat men stopt in legale dingen. Hè, vastgoed, een beetje sponsoring her en der. De mooie meneer of mevrouw, het zijn vaak meneer, moet ik wel bekennen. Gaan spelen. Drugs zie je is wel een terugkomende factor als je het over ondermijning hebt. Maar er waren vorig jaar iets van 900 drugsdumpingen in Gelderland. Ja. 900 autobranden. 900 autobranden, 40 drugsdumpingen. Maar ik heb de cijfers niet drugsdumpingen. En we hebben jaren gehad dat er niet is. En vooral, dit zijn ook de drugsdumpingen die te maken hebben met die chemische drugs. Ja. Die ecstasy en dergelijke. Die hebben niet alleen een heel groot effect op milieu. Dat is gewoon ontzettend giftig spul. Maar er wordt nog veel meer geld mee verdiend
dan bij wijze van spreken met de klassieke wiet. Dus het risico en de aantrekkelijkheid van sommige mensen is ook nog groter. Daarom is de ondermijningsrisico nog veel groter. Maar wat is daar de oplossing van? Dan moet er niet gewoon politiecapaciteit bij? Ik denk dat NN's. Natuurlijk moeten wij als overheid op een andere manier opsporen. Denk aan het gebruik van het internet. Ook bij de drugs. Dus je hebt zeker meer en vaak ook anders geschoolde, opgeleide politie nodig. Ja. Wat heel erg goed helpt, zeker in dit tijdperk van het internet, is data. Dataverwerking. We hebben veel meer mensen nodig die hele slimme dingen met computers kunnen doen en data. Ik zeg wel eens, met 100.000 euro voor goede informatieanalisten pak ik meer boeven op dan datzelfde geld aan politieagenten. En waar moet dat geld vandaan komen? Roept u dat in de we doen het uiteraard met de Rijksoverheid. We doen maar bijvoorbeeld mijn gemeente heeft een paar jaar geleden besloten om zo'n 300.000 euro van ons veiligheidsbudget echt te verschuiven en puur op die data-analyse. Dat is niet de oplossing, maar dat helpt natuurlijk wel. Want die ondermijning is, kijk, het is anders dan iemand die eens een keer een paar plantjes hennep op de zolder zet. Dat mag ook niet natuurlijk, dat is een crimineel feit. Maar als je dan een georganiseerd verband gaat doen op grote schaal, gekoppeld aan bepaalde groepen, dan kun je niet oplossen door een hele wijk maar blijven speuren. Dan moet je echt goede data-analisten hebben om achter die netwerken te komen. Nou heeft de provincie ook extra geld beschikbaar gesteld. Maar is dat al met al, is dat genoeg? Moet er niet nog meer, meer blauw op straat? Ja, blauw op straat is ook nuttig, maar dat zal dus niet helpen om die benden, die netwerken, die achter die ondermijning zitten te grijpen. Want die mensen die daarachter zitten, die lopen niet zo naïef op straat rond met een beeldje van, kijk mij eens hier even lekker de boel ondermijnen. Nee. Daar heb je echt wel wat andere technieken voor nodig. Het hoort er wel bij, hè. Agenten die op straat in de gaten hebben, hé, wat is hier nou bij een raar verkeer naar een bepaald appartement, dan komen betrekkelijk veel mannen je bezoek gaan. Nou ja, dan kan je eens gaan navragen, is hier misschien niet illegale prostitutie aan de hand? Dus het is en. Ja. Nou roept u veel in de media over deze ondermijning. Hè? Ik onderbouw het ook mee. Ja, nee, keurig. Ja. U neemt echt stelling hier tegen. Ja. Bent u zelf nooit bang? Want het zijn nogal stevige jongens, hè, waar u tegen te keren gaat. Nee, ik ben zelf niet bang. En misschien omdat ik wel het voorrecht heb dat ik heel goed van binnen zie. En dat kunnen de meeste burgers niet, dat begrijp ik ook heel goed. Wat politie doet, welke stappen we ook gezet hebben. Want er is echt al wel wat nodig verbeterd in dit land. Hoe mijn eigen gemeente mensen daarmee omgaan. Dus ik zie ook hoeveel we tegenhouden. Heel veel dingen die u niet hoort of ziet, waar we al vroeg bij zijn. We investeren heel veel in jongerenwerk. Dat is ook heel erg belangrijk. Dus niet alleen boeven pakken, maar ook burgers. U heeft ook een gezin. Ja, maar dat is misschien ook de enige reden waarom ik zenuwachtig kan kijken. Als ik daar iets over hoor. Voor mezelf heb ik dat niet. Zo, en u heeft ook twee honden. Zijn dat dan grote jongens? Of wat moet ik me daarmee voorstellen? Nou, ik hoef je niet uit te leggen. Als je klein bent, kun je hele fijne geluiden maken. Ah, goed zo. Het zijn maar twee. Die honden zijn niet die prachtige terriers. Iedereen die terriers heeft weet. Die maken een hoop lawaai. Ja. Maar ze zijn niet bedoeld om de boeven te pakken. Hoor. Dat doen we met andere middelen. Even naar Leo. Leo, jij bent Leo de Haas, wie kent je niet. Blik op de weg gemaakt. Jaren. Ja. Je kwam ook veel met agressie in aanraking. Ben jij wel eens bang geweest? Nee, we hadden natuurlijk altijd minimaal één of twee politiemensen bij ons. En die gingen er wel voor staan. Ja. Nee, kijk, we waren ons natuurlijk ook wel bewust van, die cameraman stapt uit, richt zijn camera toe. Want dat waren toen echt een grote camera's op iemand. Ik kan me voorstellen dat daar een reactie van komt. Mm-hmm. En af en toe was dat ook wat best heftige reacties. Jawel, dat gebeurde wel. Niet heel vaak, hoor. Ja. U heeft het gehad, meneer Bruls, over verhuftering in de samenleving. Ja. Leo de Haas, zou jij het programma nu nog kunnen maken met die verhuftering? Het programma wat je gemaakt hebt? Nou, ik zou het zeker niet kunnen maken. Maar ik denk dat dat meer met de AVG te maken heeft dan met verhuftering. Ja. Want weet je, ik denk ook dat vroeger was het niet veel minder dan nu. Alleen iedereen heeft nu een camera. Mm-hmm. Iedereen legt overal altijd wat vast. Dus je ziet het veel meer. Maar het was er natuurlijk altijd al. Mm. Dus ik denk dat het meer te maken heeft met mensen die roepen, ik ken mijn rechten, dan met mensen die agressief zijn. Ja. Ik denk dat dat het verschil is. Ziet u dat ook zo? Ja, dat is zeker een factor die meespeelt. Maar de omgangsvormen zijn ook wel wat harder geworden. En dat is niet per se hetzelfde als agressiever natuurlijk geworden. Maar mensen denken dat ze meer kunnen zeggen, mogen zeggen. Nou, op zich is dat een groot goed, hè, dat met z'n allen zo voelen. Maar dat merk je ook. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er een politieman of vrouw is en dat je dan doet wat hij of zij zegt. Dat merk je, dat hoor ik ook terug van politiemensen of brandweer en mensen. En dat is wel, die laagdrempeligheid maakt dat degene die echt fout willen, ik ben het met Leo eens, het is maar de vraag of er meer zijn, maar
die echt fout willen, kunnen makkelijker over de scheef gaan. Ja. Omdat de hele omgeving dat toelaat. Hoe zit het met uw eigen bevoegdheden? Want u zegt ook wat u denkt en wat u vindt, uiteraard. U bent burgemeester, burgervader. En de meeste zeg ik niet eens, kunt u nagaan. Nee, u houdt best binnen. Dat is jammer, dat mag hier allemaal wel. Ik ben gewoon, nog wat gedresseerd als burgemeester, kunt u nagaan. Ja. Maar zou u meer bevoegdheden willen hebben? Zou u meer in willen kunnen grijpen? Als u me zou vragen waar ik nu het meeste behoefte aan heb, dan is het dat we het makkelijker kunnen maken om informatie als overheden met elkaar te delen. Mm-hmm. Het is niet zozeer dat ik nou meer te zeggen moet hebben of meer de baas moet spelen. Dat is op zich prima geregeld, vind ik, in dit land. Maar informatie delen is wel belangrijk. Ik geef u één simpel voorbeeld. Mm-hmm. Als een gemeenteambtenaar op pad gaat om iets te zien en die ziet iets wat misschien handig is voor de provincie om te doen, dan kan de provincie dat niet gebruiken. Ook al heeft die gemeenteambtenaar een keurig rapportproces van baal. Dan moet die provincieambtenaar zelf meegaan. Nou, je snapt al, dat kan niet altijd. Je kunt niet altijd met 20 mensen. Ja. Dat moet toch wel mogelijk zijn. Het moet toch mogelijk zijn in een betrouwbare land met een betrouwbare overheid als Nederland te zeggen, als provincie en gemeente informatie met elkaar delen, dan is dat van waarde. En ook bij de rechter is het prima. Ja. Dat kan niet altijd in dit land. Nee, daar kunnen we als burgemeester niet zoveel aan doen, denk ik. Maar daar is de wetgever om. Ja, en kijk eens aan. Er komen verkiezingen aan, hè, volgend jaar. Ja. Hartstikke interessant. En daarna komt er een kabinet. Heeft u ambitie om naar Den Haag te gaan regelen? Nee, daar heb ik die ambitie heb ik niet. Nou komt er nog een baantje vrij. Dat is al vrij in Den Haag. En die was eerder voor een Arnhemse burgemeester. Ja. Het zou leuk zijn als het nu een Nijmeegse werd. In Den Haag, bedoelt u? Ja. Dat zullen ze daar merken. Ook dat is niet aan de orde. Het is wel een interessant programma. Ik wist niet dat een sollicitatieprocedure ging worden. Nee, camera, kijk, ik heb altijd gezegd, binnenkort ben ik 8 jaar burgemeester in Nijmegen. Ik heb altijd gezegd, de tijden toen ik burgemeester werd in Limburg, had je nog burgemeester die 20, 25 jaar in dezelfde stad of dorp zaten. Dat zal niet meer zijn. Dat zal ook niet voor Hubert Bruls gelden. Maar dan zijn er nog wel wat jaren die ertussen liggen. Goed, dank u wel. Voor zover. Blijf lekker zitten. Ja, dank. Goed, Leo de Haas. Wie kent hem niet van het legendarische programma Blik op de Weg? Begin jaren 90 monteerde deze handige Harry camera's in een auto en filmde samen met de politie andere weggebruikers. Het bleek een gouden formule. Na ruim 20 jaar was het plotseling voorbij, maar Leo is terug. En Leo, dankzij je zoon, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Je zei, pap, weet je hoeveel subs jij hebt op YouTube? Sorry? Hoeveel wat? Pardon? Ja. 16.000. Ja. En ik dacht, ja, en zo Knol heeft er 2 miljoen of zo, dus waar hebben we het over? Nou, dat viel wel mee. Ja. Dus hij zei, daar moet je wat mee doen. En toen dacht ik, nou, daar zit niemand op te wachten. Maar toch. The rest is history. Intussen. Ja, je had een uiterst succesvol tv-programma en nu heb je dus een succesvol YouTube-kanaal onder de naam Terugblik op de Weg, heb ik begrepen. Ja, ik post inderdaad ongebruikt oud materiaal. Mm-hmm. Dat noem ik Terugblik, maar intussen ben ik ook aan het vloggen. Ja. Want dat hoort erbij natuurlijk. Ja. En die zijn minstens even succesvol. Ja, hip, Leo. Ja. Ja, heel ontzettend hip. We kijken even naar een aantal fragmenten uit het vorige programma, uit Blik op de Weg. Oké. Okay. Nou, zo gingen we met een doos verse videobanden op pad. En dan blijkt dat als je erop gaat letten, je echt ontzettend veel ziet. Wij hebben niets in scène gezet. Alles is echt waar gebeurd. Weer een motor aan. Dat is nu, dat gaat een beetje te ver dit. Ja, het verkeer heeft er nu wel last van, dus dan moeten we even gaan doorstromen. En natuurlijk ziet u ook weer beelden uit onze camera-auto's. Misschien ziet u zichzelf wel rijden. Graag tot volgende week. Oh, Leo, dat enorme succes van Blik op de Weg, hè? Was dat een verrassing voor je? Ja, totaal. Ja? Ik had geen idee, joh. Nee. Nee, ik was aan het prutsen en ik was cameraman destijds voor de NOS. En ik dacht, het zou toch wel leuk zijn als ik ook eens een programmaatje kon maken dat ik mijn eigen naam op de titelrol voorbij zou komen. En dat moest dan maar over verkeer gaan. Dat was het idee. En ja, toen belde de NCRV om een heel lang verhaal kort te maken. Die zei, hoeveel kun je dan maken? En toen dacht ik, weet ik niet. 1? Dus ik riep, hoeveel wilt u er hebben? Nou, doe maar 6, zei ze. En zo is het begonnen. En wat was de impact van Blik op de Weg? Want... Voor mijzelf of voor het publiek? Voor jou in eerste instantie? Verwarring. Chaos. Hoe krijgen we er 6 klaar? Geen idee. Ja. Hoeveel mensen keken er in die tijd naar Blik op de Weg? Weet je dat ik daar de eerste 4, 5 jaar nooit naar gekeken heb? Nee? Maar je merkte het op straat, neem ik aan. Ja, je werd wel herkend, maar wist ik veel hoe dat werkte. Ja. Pas na een aantal jaren zeiden mensen van, daar heb je een speciale teletextpagina voor, die moet je maar eens bekijken. Teletext, Er stond daar al iets van 1,5 miljoen kijkers voor, geloof ik. Ja.
In de toptijd haalde hij er 2 miljoen zo'n beetje. Ja, dat komt toen nog. Na een jaar of 20, zeg maar, is het programma gestopt. Ik vond het fantastisch om weer terug te zijn. Ik vind dat het op Netflix moet. En dat het, we moeten gaan bingen, echt. Al die oude auto's en die bromsnorden, die politieagenten, toen ze nog wel serieus genomen werden. Het is ook wel heel leuk om weer terug te zien, moet ik zeggen. Ja, ontzettend leuk. Die Porsches ook, waar ze nog het open dak rondreden. Nee, lekker in de regen. Ja. Ik hoor mijzelf zeggen, dat waren nog eens tijden. We worden oud, Leo. Maar goed, na 20 jaar zo ongeveer verdween het programma. Hoe is het daarna met jou gegaan? Ook daar weer een heel lang verhaal kort te maken. Het programma verdween. Toen was er nog uitzicht op 2 nieuwe programma's, vrij grote series. En die gingen op het laatste moment niet door. Dat zag ik aankomen, vrij ver van tevoren al. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, jongens, als er dan en dan nog geen nieuw werk is, dan moeten we de stekker eruit trekken. En dat ging vlak voordat het einde zicht was, ging het inderdaad niet door. Het laatste programma. Toen heb ik meteen op de noodknop gedrukt en de faillissement aangevraagd. Dus toen stonden we weliswaar niet in de schulden, maar wel op nul. Ja. Nou, zo was het. Dan is je leven een heel ander verhaal ineens. Of voelt het niet zo? Jawel, jawel. Ik ging natuurlijk van een groot pand met 35 man erin naar een klein pand met mezelf. Ja. maar ja, ik heb nooit zo kunnen wennen aan de grote wereld met veel mensen in dienst. Dat heb ik me nooit zo lang bij gevoeld. Dus op het moment dat ik die deur daar achter me dicht trok, dacht ik aan de ene kant, tjonge, dat is ook wel een afsluiting. En aan de andere kant draaide ik me om en dacht ook wel van, adem. Ik ben weer verantwoordelijk voor mezelf, punt. Precies, het is overzichtelijk. Ja. Goed, maar je hebt je teruggevochten, je doet nu iets heel anders. Je zei aan de bar al, ik ben nu vrachtwagenchauffeur. Ja. Hoe is dat? Ja, het is bekend terrein, want dat deed ik eigenlijk al vanaf mijn 18e. Dat heb ik altijd, ben ik ook blijven doen achter de schermen. We hadden bij Blikken ook een trekker-oplegger combinatie. Die reed ik ook vaak. En als er ergens een reportagewagen verreden moest worden waar groot rijbewijs voor nodig was, deed ik dat ook. Dus het is bekend terrein. Maar ik vind het wel weer hartstikke leuk. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja, mooi. Ik doe autotransport nu. Dus toch nog steeds spelen met autootjes. Er is niet veel veranderd eigenlijk. Ja. En je rijdt natuurlijk zelf hartstikke netjes, zoals het hoort. Als, Met een vrachtwagen, ja, weet je. Je kunt frauderen met je tacho en zo, maar dat doe ik allemaal niet. En dat ding is gewoon afgelegd. Zie jij veranderingen eigenlijk in de tijd dat jij Blik op de weg maakte? En nu, als je kijkt naar automobilisten en verkeer? Ja, als je specifiek kijkt naar het vrachtverkeer wel. Ja, er is natuurlijk heel veel vanuit het Oostblok deze kant op gewapperd. En het kennisniveau en, laat ik zeggen, de manier waarop ze met het vak omgaan is heel anders dan wat de Nederlandse chauffeurs doen. Je moet maar erg veel... hoe dan anders? Nou ja, de papieren zijn allemaal een beetje twijfelachtig. Ik moet een vergunning hebben. Ik moet een hele stapel papieren hebben voordat ik überhaupt de weg op moet. Ja. En dat hoort natuurlijk in alle landen gelijk geregeld te zijn. Maar dat is het niet. Dat is niet. En qua rijgedrag, zeg maar, wij als gewone automobilisten, zeg maar, heb jij als chauffeur, denk je van nou, dat gaat best goed? Of? In zijn algemeenheid of de truckers alleen? Nee, in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid, jawel. Het is nooit zo heel beroerd geweest. Nee? Wij pikten natuurlijk de excessen eruit. Ja. Wij reden de hele dag te vangen. En dan, als er eens iemand voorbij komt die het echte bom maakte, dan was die voor ons. Wat is bij jou het meest blijven hangen? Want ik heb wel 10 voorbeelden. Ik was al zo bang dat je die vraag zou stellen, dat weet ik niet. Nee? Nee. Weet je nog die man die een kind had gekregen? Die stond te huilen. Oh, die? Ja, die werd aangehouden, die rood. Ja. Ik weet het ook allemaal niet. Helemaal maar een bon, dat maakt me ook allemaal niet uit. Ja. Die was leuk. Ik heb een kind gekregen, ja. Heino Valken, hadden jullie in Duitsland ook zo'n programma als Blik op de Weg? Ja, ik kan me niet herinneren. Nee? Er was zoiets bestaan, over opleiding voorlichting voor verkeer. Dat was er wel. De zin heb ik vaak gekeken. Maar naar zoiets niet, nee. Nou, je ziet nu overal op alle commerciële zenders zie je eigenlijk programma's met blikken op de weg. Hè, met politie erbij en mensen die aangehouden worden omdat ze dingen verkeerd doen. Je hebt een mooie trend gezet. Ja. Ja. Achteraf wel, ja. Achteraf was het geniaal, maar het was niet echt conceptueel bedacht. Dat zijn vaak de mooiste ideeën. Precies, soms ontstaan dingen. Ja. Wat zijn je ambities nog? Heb je iets waarvan je, of wil je alles überhaupt gewoon laten ontstaan? Daar ben ik wel het beste in, ja. Plannen ben ik niet heel erg goed in, rekenen ben ik slecht in, politiek ben ik slecht in. Maar inspringen op dingen die er gebeuren, dat kan ik vrij goed. Goed zo. Dat is ook vrij makkelijk, vind ik. Blijf dat maar lekker doen. Dat ga ik doen. Heel fijn dat je hier bent. Leo de Haas, dankjewel. Dan, dankzij de eerste foto van een zwart gat werd hij wereldberoemd. Zo'n 4,5 miljard mensen zagen de foto die hoogleraar Heino Valken met een team van 200 wetenschappers van over de hele wereld wist te maken.
Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo extreem sterk is dat niets eruit kan ontsnappen, zelfs geen licht. Een zwart gat zuigt alles op wat te dicht in de buurt komt. Sterren, planeten, gas, stof en ja, zelfs licht dus. Dat werkt zo. Alle objecten in de ruimte, zoals planeten en sterren, hebben zwaartekracht, de een sterker dan de ander. Op een veilige afstand kun je er omheen draaien, zoals de maan doet om de aarde. Maar als je te dichtbij komt, word je er naartoe getrokken. Daarom val je op aarde weer naar beneden als je omhoog springt. De planeet trekt letterlijk aan je. Dat is ook zo met zwarte gaten, maar dan veel en veel sterker. Dat klinkt eng, maar is het niet. Ik zag u een beetje kijken, zo van, nou ja, naartoe getrokken, klopt dat wel? Niet helemaal? Een zwart gat trekt net als de zon eigenlijk. Het is gewoon zwaartekracht. Of de aarde trekt ons naar de aarde toe. Dus dat is geen verschil. Nee. Het enige is dat zwarte gaten dus veel compacter zijn. Dus een veel meer massa en een kleine ruimte is. Dus als je te dichtbij komt, dan zou je nog steeds daar ronddraaien. Maar als je daarin vliegt, dan kom je nooit meer naar buiten. Want dan moet je echt met de snelheid van licht naar buiten vliegen. En dat kan niet. Nee. Dat mag niet. Dat heeft Einstein verboden. Dus ja, op de snelweg, op de snelweg kan je soms ietsje sneller gaan. Hè, dan als de politie het niet ziet. Dan kan je het doen. Maar Einstein die let daar de hele tijd op. Dus, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Wat voor foto staat er op uw nachtkastje? Ik heb geen foto op het nachtkastje. Nee? Ja, een boekje ligt daar. Boekje. Nee. Is niet die mooie donut. Nee, maar ik heb wel van mijn vader heb ik wel die foto gekregen met zo'n Simpson-achtige figuur en mijn gezicht daarop geplakt. Dus, samen met het zwarte gat. Met het zwarte gat. Ja, als donut. Ja. Die, ja. 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 Ja, nou wordt die foto wel vergeleken met Columbus, de ontdekking van Amerika, en met de maanlanding. We weten wat we daaraan hebben overgehouden. Een heel nieuw continent en tefalpannen, waardoor we nou PFAS hebben volgens mij. Maar wat gaat dit ons opleveren, deze foto van het zwarte gat? Nou, als eerste denk ik wel de inspiratie om iets te zien wat je nooit van tevoren hebt gezien. En dan moet je ook het verhaal daarachter weten. Want het is natuurlijk maar een vaag donut die je daar ziet. Hè? En het een zwart vlekje daar. En dan moet je weten dat de zwart vlek daar is, omdat licht verdwijnt achter die waarnemingshorizon. En we weten dus nu dat die waarnemingshorizon waarschijnlijk bestaat. En zwarte gaten bestaan. We kunnen ze zien. We kunnen het echt we kunnen het goed simuleren. Mm-hmm. Dat weten we nu. Dat en weten dan. We nu. Ja. En dan. Nou ja, is nog een van de grote geheimen eigenlijk van de natuurkunde is hoe de zwaartekracht en de kwantumtheorie die we elke dag gebruiken. Iedereen gebruikt nu de zwaartekrachttheorie. Als je een GPS, een TomTom gebruikt, dan gebruik je Einstein. En als je een mobiel gebruikt, dan gebruik je kwantumtheorie. Maar aan de rand van zwarte gaten, daar gaat het mis. Die twee zijn niet te rijmen. Mm-hmm. En daar is nog echt een heleboel nieuwe fysica te ontdekken. Maar of dit iets over 50 jaar, 100 jaar of 1000 jaar oplevert, dat kan ik niet voorspellen. Dat was 100 jaar geleden heeft men ontdekt dat er iets mis was met de baan van Mercurius rond de aarde. Dat heeft Einstein opgelost door zijn theorie. Vandaag gebruik je het in jouw TomTom. Ja, hoe lang gaat het duren voordat we dit toepassen? Ik weet het niet. Nee. Ik ga het niet voorspellen. Het gaat wat opleveren. We weten niet wanneer en we weten niet wat. Dat is eigenlijk het. Ja, zo is het altijd met nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Ja. Ja. Dus, en daar is onderzoek voor nodig. Nou, na de euforie van deze waanzinnige foto en de doorbraak is uw subsidieaanvraag gewoon keihard afgewezen. Ja, dat gebeurt soms in de wetenschap dat het gebeurt. Ja. Op dit moment was het niet zo mooi voor ons, want we zitten natuurlijk ook in een wedstrijd met de internationale groepen. Ja. In de VS, daar wordt heel veel geld aan gegeven nu voor dit onderzoek. En nu eigenlijk mijn mensen die gaan nu naar de VS. Hè. Moet u niet mee dan? Nee, ik vind het echt leuk hier. Ik heb het vaker gezegd. Ik werd een keer gebeld door Gelderlander. Kunt u uitsluiten dat u weggaat? Ik zeg, ja, kan je nooit. Net als u. Volgend jaar zit Broos in Den Haag. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik zit daar echt niet op. En ik zei dan, als ik daarop een antwoord geef, dan schrijven jullie, ja, professor Valken sluit niet uit dat hij weggaat. Nee. Wat hebben ze gedaan? Precies dit. Maar je moet gewoon blijven. We zijn ook heel trots. Ik moet u zeggen, toen het moment gebeurde en ik wist van het onderzoek, ik had echt trilling. Ik was echt geëmotioneerd. Ja? Ja, en ik had voor een 8 voor natuurkunde mijn eindexamen, daarna nooit meer iets meer gedaan. Maar ik voelde ook wel, dit is een stap verder in kennis,
waar je ooit iets mee kan doen. En dat gebeurde in mijn stad. Ja. Geweldig. Ja. We hebben hier samen gezeten met de hele groep. De burgemeester was maar erbij. Hoe bizar dat er dan geen geld vrijgemaakt wordt voor vervolgonderzoek. Ik kan hem ook niet helpen, want we hebben ook een groot tekort op de begroting. Maar we moeten er samen aan blijven duwen om het mogelijk te maken. Het toonde in ieder geval aan dat ook in Gelderland wereldwetenschap mogelijk is. Ja, daar moeten we trots op zijn. Mm. Wat zou je nog willen met dat zwarte gat? We zijn nu bezig met. We hebben al een tweede zwaartegat. Dus, de zwaartegat in het centrum van ons eigen melkweg. Ja. Dat was eigenlijk de hoofddoel. Die willen we nog zien. Is die verder weg of dichterbij? En die is dichterbij zelf. Ah. Ja, die is kleiner. 1000 keer kleiner, maar 1000 keer dichterbij. Dus die kan je net zo goed zien eigenlijk. Maar die beweegt een beetje daaromheen. Dus het gas beweegt daaromheen. Dus we willen een telescoop eigenlijk in Namibië bouwen om die beter in kaart te brengen. Daar zijn we mee bezig. En ook daar met het land meer contacten op te bouwen. Ook met de universiteit daar en ook met de gewone mensen daar. We hebben net een planetarium daar naartoe gestuurd om naar alle scholen te gaan. Wat we ook in Nederland doen. Dus we doen van alles. En uiteindelijk over 20 jaar, 30 jaar gaan we misschien de ruimte nog in. Ja, dat is ook nog een droom. Mooi. Dus dan krijgen we echt de mooiste foto's ooit van zo'n stad. Ik wil zoveel vragen. Behalve een astronoom, bent u ook christen. Ja. En nu heeft u de foto van het zwarte gat. Het, maar ik wil het even genoemd hebben. Ook de poorten van de hel genoemd. Waarom? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, er was een persconferentie 10 jaar geleden. Ging over de oerknal, ontdekking van de oerknal. En dan zei die wetenschapper, we are looking at the face of God. En ik dacht, nou, een beetje overdreven. Maar dan moet ik nog iets, wat ga ik dan zeggen? En eigenlijk zijn zwaartegaten een beetje tegenovergesteld. De oerknal is het begin van alles. En de zwaartegaten zijn eigenlijk het einde van ruimte en tijd. En is echt een ongelooflijk hete temperatuur. Alles wordt vernietigd als je binnen gaat. Je gaat daar binnen, je komt nooit meer terug. Het is voor mij echt, klinkt een beetje als de hel. Hè? Ja. Maar het is natuurlijk een analogie. Hè? Het is niet de hel zelf. Dus, maar het voelt een beetje zo. Ja. Wie weet. Ja. Weg, maar ja, goed, misschien kan je het even proberen. Dus we gaan even. Dan vertel je mee. Ik geef even gas en ik ga even. Wat zou voor jou het beeld van de poorten van de hel zijn, Leo? Heb je daar een beeld bij? Totaal niet. Nee? Nee. Als het afgelopen is het afgelopen, denk ik. Ja. Gaan we op zwart. Oké. Okay. Een zwart gat misschien. Ja, meneer Brul. Nou, ik ben niet zo ouderwets katholiek dat ik nog per se een voorstelling concreet van de hemel help. Ik ben wel gelovig katholiek, maar ik zie het meer een bepaalde waarde. Slecht en goed, dat is meer de metafoor die ik gebruik. Ja, ja. Ja. Nou zei u, hè, dus het is niet zo'n gekke combinatie toen Angelique zei van u bent christen en astronoom. Nou kan ik me ook voorstellen dat er aardig wat collega's ook de wenkbrauwen fronsen met uw christelijke inspiratie voor het onderzoek. Nou, maar eerlijk gezegd, ook de belangrijkste astronomen en wetenschappers in de geschiedenis waren christenen. Ja, ook een Kepler, een Copernicus, die de zonnestelsel hebben ontrafeld eigenlijk. En Max Planck, die kwantumtheorie, een Faraday, die elektromagnetisme ook. Dus er waren alle gelovige christenen. De hemel helemaal is zo groot, er gebeurt van alles. Dus ja, we weten dat de wereld veel gekker is dan we denken dat die heeft, is. Heeft het daar ook mee te maken, zeg maar? Dat het allemaal zo astronomisch groot is, dat we zoveel niet weten? Ja, en je weet ook wat je niet weet. Hè? Dus je komt tot de oerknal, je komt tot de rand van een zwart gat. En we weten niet wat de fysica is daarvoor of daarna, daarin. En we zullen het misschien ook nooit te weten komen. Nee. Dus we hebben meer en meer ontdekt. Nu zien we dat er ook grenzen zijn van onze eigen kennis. Ja. En hoe alles is ontstaan uit niet, waar de regels vandaan komen, ja, dat weten we niet. Dat is gewoon zo. Ja. Wat zou u nog willen na die foto van dat zwarte gat? Wat is uw volgende ambitie? Nou, als ik toch nog iets meer kan begrijpen hoe zwarte gaten en de kwantumtheorie samen kunnen gaan, daar zit ik nu een beetje over na te denken, met mensen te praten. Ik blijf gefascineerd. Nog iets meer te leren over zwarte gaten. Dus we gaan er vast nog veel meer van horen. Ja. Dank u wel. Dan is het tijd om naar Colin te gaan met zijn fantastische afsluiting en zijn interpretatie van deze show. Colin! Bruls, de burgemeester, voor niets en niemand bang. Niet voor hooligans, voor tuig of criminelen. Treedt op tegen ondermijning en zijn woorden soms wat hard. Bij bewoners van het vakantiepark tegen het zere been. Data-analyse, ja, kennis is echt macht om samen met het blauw op straat te scoren. Niet bang voor een bedreiging, maar wel voor zijn gezin. Weer verhuftering op straat, krijgt meteen de wind van voren.
zwarte gat, dat trekt je aan. Ja, dat doet je wat. En hoe Fouke zet het gevaar op de foto. Ziek van de stress, ja, want wie financiert die print? We blijven ploeteren, die foto moest er komen. De poorten van de hel, nee, een donut zie ik wel. Geluk en geloof samen verbinden. Een mooie plaat, maar ja, wat er nu echt in omgaat. Hoop dat we daar ooit nog een antwoord op vinden. Terugblik op de weg. Leo vloog er flink op los. Per ongeluk begonnen zo lang geleden. Er waren nog eens tijden, nostalgie ten top. Oh, die lieden en die mooie oude beelden. Nu drukken door het leven met een glimlach op het gezicht. En altijd blijven spelen met een auto. De levende legende nu weer terug op beeld. Ik ga wel kijken, ja, want echt, dat hoort zo. Joehoe, Colin. Burgemeester Bruls, ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid. Veel plezier met de carnaval. U ook, ja. Meneer Valken, met de carnaval. En sterkte met fondsen werven. Leo, het ga je goed doen. Voorzichtig op de weg. Fijn dat jullie er waren. Publiek bedankt. U bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Dag. Tot ziens. Doeg. Dank jullie wel, jongens.